Ja, en voor die opzettelijke aanrijding en krimpen aan de lek zijn dus twee verdachten aangehouden. Maar vandaag hebben we helaas weer zo'n zaak. Nu in Alphen aan den Rijn. Twee broers zijn op een dinsdagavond aan het skileren en dan krijgen ze te maken met een man op een scooter. Het is dinsdagavond 22 april rond 7:15 als twee broers van 16 en 18 wat aan het skileren zijn hier op het fietspad van de Willem de Zwijgerlaan. De jongens komen vanaf de Julianabrug en gaan in de richting van de president Kennedylaan. Vanuit tegenovergestelde richting komt aan de verkeerde kant van het fietspad hun scooterrijder tegemoet. De jongens zeggen er iets van, maar de scooter rijdt gewoon door. En de jongens skileren ook verder. Maar de scooter keert en rijdt weer richting de jongens. Op dat moment waarschuwt de jongere broer de oudere nog. Hij roept iets in de trant van, hij komt weer terug. Maar de oudere broer durft niet om te kijken omdat hij bang is om te vallen. Maar hij valt alsnog, want hij wordt opzettelijk aangereden door de scooterrijder. Na de aanrijding rijdt de scooter door. De twee broers blijven geschrokken achter. Ja, als eerste Annemarie, hoe is het afgelopen met de aangereden jongen? Nou ja, de jongste die heeft natuurlijk direct alarm geslagen. En zijn broer die is naar de eerste hulp gebracht. En daar bleek dat hij een hersenschudding heeft. Flink wat schaafwonden aan zijn gezicht en aan zijn arm. Hij had ook nog een snee bij zijn oog die afgeplakt moest worden. En verder had hij flinke pijn in zijn nek. Hij kon daardoor een paar dagen niet naar school. Inmiddels gaat het een beetje beter met hem, maar hij is natuurlijk ontzettend geschrokken. Ja, begrijpelijk hè. Is er iets bekend over de bestuurder van die scooter? Nou, we weten dat er een blanke man van 35 à 45 jaar oud op zat. Hij is 1,70 à 1,75 meter lang. Hij heeft een fors postuur met een zogenaamde bierbuik. En in zijn gezicht was hij niet heel dik. Hij had op 22 april een stoppelbaardje en er is gezien dat hij lichtgrijze ogen heeft. En over zijn kleding weten we dat hij een grijze baseballpet droeg met een zwart-witte druppelvormige print. En aan de achterzijde zat een verstelbare sluiting. En verder droeg hij een donkergrijs bomberjack en een blauwe spijkerbroek. Wat weten jullie over zijn scooter? Het is een snorscooter met een blauw kentekenplaatje, een ouder model, donkergrijs van kleur en je kunt er makkelijk met z'n tweeën op zitten. Ja, wat kan er nou aan de hand geweest zijn? Die scooterrijder die rijdt eerst door, dan komt hij terug om die jongen opzettelijk aan te rijden. Ja, voor de aanrijding reed die scooterrijder dus aan de verkeerde kant van het fietspad, daar waar die jongens aan het skileren waren. Eén van die broers die zei daar wat van. Vervolgens is dat waarschijnlijk een reden geweest voor die man om te keren en verhaal te komen halen. Ja, en dan, maar dan om bewust op iemand in te rijden, ja, dat gaat wel heel ver. Nou, dat gaat zeker heel erg ver. Wat willen jullie van de kijker weten? Ja, wat we natuurlijk willen weten is wie die aanrijding op dinsdag 22 april rond 7:15 op het fietspad op die kruising heeft zien gebeuren. Die mensen die willen we natuurlijk graag spreken. En ook mensen die aan de hand van het signalement denken te weten over wie het gaat. En wellicht zijn er mensen die de bestuurder van die scooter erover hebben horen praten. Dan zouden we dat natuurlijk ook graag willen weten. Ja. Wie is de forse man met de bierbuik die opzettelijk een 18-jarige jongen heeft aangereden? U kunt met uw informatie terecht op 0800 60 70 of bel anoniem via 0800 7000.